La Superba van Ilja Pfeiffer. Dit boek was genomineerd voor de ACO-prijs. Hele verstandige beslissing van de jury om dit te nomineren. Maar wat doen de gekken van de ACO-prijs? Ze geven de prijs aan een snottebelroman van Joke van Leeuwen. Nou is Joke van Leeuwen best een aardige kinderboekenschrijfster. Daar valt niks op af te dingen. Maar voor volwassenen heeft ze nog echt geen enkel aardig boek geschreven. En ze heeft een beetje een neuzelbeuzelstijl. Past goed in kinderboeken. Maar voor volwassene boeken is het waardeloos. En als je zo'n prachtig boek als dit op de lijst hebt staan en kunt bekronen, dan ben je krankzinnig als je een boek van Joke van Leeuwen de ACO-prijs geeft. Dit is namelijk echt geweldig. Dit is het mooiste boek. Dat durf ik nu al te beweren, hoewel we nog maar in november zijn. Het jaar moet nog ten einde lopen, maar dit is het mooiste boek wat dit jaar in Nederland verscheen. Het is de mooiste roman. Het is een heel nieuw soort roman. Een heel ander soort boek dan alle andere boeken. Hier wordt echt iets nieuws geprobeerd. Het is ook prachtig geschreven. Het is geestig, het is humoristisch, het is eigenaardig. Het heeft iets heel bijzonders. Ik vind het echt een geweldig mooi boek. Het geeft een beeld van de stad Genua, van de inwoners daarvan, van allerlei drop-outs die daar terecht zijn gekomen. Het is ook heel mooi in de sfeer van hoe je met allochtonen omgaat in zo'n stad. En dat heeft dan ook repercussies voor hoe het hier in Nederland toe gaat. Ik heb echt dit boek met geweldig veel waardering en bewondering en enthousiasme gelezen. Dit beveel ik nou echt aan iedereen aan.